Met de functie van Van Eggelen als bovenschoolse directrice wordt er ingespeeld op de geleidelijke leerlingenkrimp die in ieder geval tot 2021 zal plaatsvinden. En dus moet haar tijd verdeeld worden over locatie Stadion en Hees. Waarbij ik wel ga proberen om een paar dagen ook te verdelen over een ochtend en een middag. Om gewoon op meer verschillende dagen op beide locaties te zijn. Ja, zodat ik ook gewoon zichtbaar en aanwezig ben op beide locaties. Met haar nieuwe functie vervangt ze Jan van Vught en Twan van den Broek. Van den Broek is nu nog directeur van locatie Hees. Ja, we gaan besloten om te stoppen. Ik zit nu bijna 40 jaar in het onderwijs. Ik ben in 1980 begonnen. En ook allerlei functies gehad als docent, maar ook als teamleider. En sinds 2007 als directeur. En de laatste jaren op de locatie Hees. En ik zat al te denken van, nou, misschien wil ik wel eens eerder gaan genieten van het pensioen. Je ziet in je vriendenkring natuurlijk dat dat steeds meer gebeurt. En ben ik eens gaan kijken van, nou, wat zijn de opties? Wat zijn de mogelijkheden? Nou, daar was ik eigenlijk wel over te spreken. Dus ik heb besloten om eerder met een keuzepensioen te gaan. Van Eggelen kan haar 20 jaar lange ervaring bij het Hooghuis zeker gebruiken in haar nieuwe functie. Ik heb al een aantal dingen bovenschools gedaan, waarbij dus ook wel wat meer afstand had. En dat is iets wat denk ik zeker, wat ik zeker kan gaan gebruiken in deze nieuwe rol. Verder weet ik natuurlijk hoe het werkt binnen het Hooghuis, ken ik procedures en in het onderwijs algemeen. Dus dat gaat zeker ook in de nieuwe rol me helpen. Ook Twan van den Broek draagt zijn rol als directeur van Hees met een gerust hart over aan zijn opvolger. We hebben het voordeel dat Esther al bij mij op de locatie werkt. Zij is al teamleider bij mij op de locatie. Dus de locatie Hees, die kent ze ondertussen van haven tot gort. En dan kan ze zich, natuurlijk hebben we een aantal dingen die we door moeten nemen, maar ze kan zich dan ook richten op de locatie Stadion. En zodat ze volgend jaar in ieder geval heel mooi aan de start begint natuurlijk. Schitterende baan. Heeft u er zin in uw nieuwe directeurschap? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ja.